Ja, Piet Kodaar van Ozark Henry is er komen bij zitten. Piet, goedenavond. Wij kennen jou als een redelijk chill, relaxed persoon. Hoe zen is het om op zo'n festival zo'n mega bedoeling als Rock Werchter te rond te lopen? Ik denk weinig zen, hè. Ja? Hoe vind je die zen zelf? Of denk je van, het hoeft niet vanavond voor mij. Het mag gewoon lekker druk zijn. Ik voel me heel goed, eigenlijk. Maar op zoek naar zin is natuurlijk... Onzin. Niet, ja, is er niet bij, maar het is gewoon heel... ja, ik weet niet, het is zo iets heel jong en jeugdisch dat toch bij iedereen ervoor zorgt dat zelf al hier al vaker komen, bent eigenlijk dat je nog altijd zo content zit, erbij zit. En dan leeft bij iedereen die rondloopt. En dat je is zo heel plezant. Je hebt zelf wel genoten, mag ik aannemen, van ja, je concert. Ja, ik heb enorm genoten eigenlijk. Ja? Ja. Hoe was het? Het was heel fijn. Ja, het was heel fijn. Ik zei het eigenlijk, ik voelde mij 16, maar dan zonder acne. Ja, dus dat is geweldig. Ja. Dus, ja. Ja, er zijn wel wat dingen veranderd aan je podium act, hè? Je speelt meer, je begeleidt jezelf meer dan vroeger. Klopt dat? Ik begeleid mezelf meer dan vroeger. Ja, zo van jezelf achter de piano, dat gebeurt toch meer dan vroeger? Of... Ja, we hebben het idee dat je meer achter je piano staat. Niet eigenlijk, want ik daarvoor eigenlijk, speelde ik alle pianopartijen. Eigenlijk, in het begin dat ik met een nieuwe groep samenspeelde, speelde ik alle pianopartijen zelf. Ja. En dan zat ik vast achter een piano. En nu spring je achter de piano. Ja, dan zat ik zo wel opgesloten eigenlijk achter mijn piano. En nu is ergens tussen de twee, maar ik voel me wel vrij genoeg. Ik heb niet zo het idee dat ik vaste kluisjes zit aan mijn piano. Maar het is toch wel fijn om altijd mee te spelen, nee? om zelf wel mee te sturen. En wat... Absoluut. En er zijn ook een paar nieuwe mensen mee op het podium. Wie zijn dat allemaal? GHO, mijn bassiste, dat is een Zuid-Koreaanse. Remy Aguilila. Is een Fransman, een jonge Fransman, 22 pas. En Matt Chandler is een Engelsman die ik heb leren kennen toen ik met Youth de plaat opnam. Was een gitarist die Youth mij had voorgesteld. En dat klikte enorm. Mm-hmm. En eigenlijk was het oorspronkelijk het idee, omdat Youth had voorgesteld van ja, neem je ons niet allemaal mee als je live gaat spelen. En ik dacht, ja, dat zou wel geweldig zijn natuurlijk. Hè. Youth op bas eigenlijk en dan met David Nock op drums. Die Youth, wie is dat precies? Youth was de bassist van Killing Joke. Oké, voilà. Dan zijn we helemaal mee. En als producer, vooral bij ons bekend als de man die Urban Hymns van The Verve geproduceerd heeft. Maar ook al jaren meedraait. En we hadden zo'n goede sfeer in de studio. Dat ze allemaal voorstellen van, we gaan gewoon mee met u op tour. Het was ook een fantastische sfeer op het podium. Laten we gaan kijken, Piet, hoe het was in de Pyramid Bakkie. Ja.